Ik weet het nog goed. Het was een paar jaar geleden. Vrienden daar in Drenthe. Ja, dat FC Emmen. Die kwamen ineens de Eredivisie in. Ik was toevallig toen bij die wedstrijd in Rotterdam. Bij Sparta. En jullie wonnen daar. Ik dacht met 3-1. En ineens ging FC Emmen. Hup. Die promoveerde. En het plezier wat ik daar heb gezien. Het geluk. Waarmee de supporters dat feest hebben gevierd. En die gezichten. Dat zal ik nooit vergeten. En toen, vanaf dat moment, heb ik FC Emmen in mijn hart gesloten. Ja, toen dacht ik, ja, dat is een club die blijf ik volgen. En dat is een club die ik leuk ga vinden. En nog steeds vind. Want vrienden, het is weer bijna zover. Jullie staan weer op het punt om naar die Eredivisie te gaan. En hoe leuk is dat niet? Ja, ik vind dat leuk. Want Emmen is natuurlijk toch een hele aparte club. Ja, jullie, weet je wat het zo leuk is aan FC Emmen? Dat is dat het een eigenwijze club is. Ze trekken helemaal hun eigen plan. Want jullie hebben Dick Lukien, zijn jullie vorig jaar gewoon zwaar gedegradeerd. Hup jullie, hop, weg uit de Eredivisie en geen enkel probleem. Jullie hadden natuurlijk ook Dick Lukien kunnen ontslaan. Nee! Dat hebben jullie niet gedaan. Nee, gewoon gehouden. En wat zien we nu dus ook? Ja, Dick Lukien zorgt ervoor, hoe knap is dat niet, om direct weer terug te keren naar de Eredivisie. Dat lukt niet veel clubs en ook niet, helemaal niet veel trainers. Dus Dick Lukien, geweldig. Maar jullie zijn ook eigenwijs in het vinden van jullie sponsor. Ja, jongens, dat was ook geweldig. Nee, de KNVB vond het niet goed. En iedereen had daar zijn zegje over. Van, dat kan toch eigenlijk niet. En jullie gaan gewoon met een sponsor op je shirt lopen. Die doet in seksartikelen. Kijk, en dat vind ik goed. Ja, maling aan alles en iedereen. Daarom, vrienden, ga ik dat shirt ook even aantrekken. Kijk, daar gaan we hoor. Ja. Kijk, en jongens, dit is goed hoor. Kijk. Hé. Hey, daar. In Emmen. Kijk even. Goed. Daar sta ik hoor. Hé. Hey. En ik doe hem met heel veel plezier aan. En ik. Ja. Kijk. Daar sta ik hoor. Met de ding op mijn buik hoor. Met de Easy Toys. Met de vibrator aan. Ha. Ja. Ja. Is dat even leuk. En nog wat. Jongens. Prachtig shirt. En hartelijk welkom terug. In de Eredivisie.